Welkom bij het ADO Journaal. Welkom bij het ADO Journaal. We zijn nog steeds in het Circus Theater. En we gaan kijken of prijswinnaars blij zijn. En of ADO natuurlijk blij is met de prijzen. Kijk mee. We staan met Marco. Marco, gefeliciteerd. Nou, je hoort het al van Maurice. Hij is ook blij met jou, hè? Nou, kijk. In deze competitie was er maar één winnaar mogelijk. En je zei het al, hè, ik zit in de jury vanuit mijn andere baan als directeur bij Den Haag Marketing. Maar de helft van de stemmen, ja, die werden bepaald door het publiek. En ik mag misschien wel een tipje van de sluier oplichten van hoe dat in die jury is gegaan. Het was overduidelijk. Het moest ADO Den Haag worden als winnaar van de sportploeg van het jaar. En dat is ook meer dan terecht. Want we hebben zo lang moeten wachten tot we Europees voetbal konden spelen. Nou, dat hebben we behaald met John van der Brom als trainer. En daarna, het jaar erop, hebben we vier fantastische wedstrijden gehad met Maurice Stijn als trainer. Nou, in die zin is het ook terecht dat die twee ook samen de sportcoach van het jaar zijn geworden. Ja, ik blijf het maar zeggen. Het is gewoon goed voor ADO, hè? Nou ja, het is natuurlijk geweldig voor ADO. Wie had dit kunnen denken een aantal jaar geleden? Hè, dat zo'n prestigieuze prijs, wat het toch is, dat die naar ADO Den Haag zou gaan. Toen jij erin stapte bij ADO, toen je bij de Raad van Commissarissen kwam, had je gedacht dat het zo snel zou veranderen? Nee. Nee. Nee, hè? Nee, we kwamen net uit de eerste divisie. Dus nee, nooit gedacht. Nou, feestje, man. Dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Pakken we meteen wat ik zie wethouder Karsten Klein zie ik staan. Ja, kom maar, maat. Wethouder, gefeliciteerd in ieder geval met een fantastische avond. Goed georganiseerd, vind ik zelf. Dankjewel. Ja, het is een hele mooie avond, ja. Kippenvel momenten ook, zoals met die honkballers. Dat was echt een kippenvel moment. Ja, ook kippenvel voor hen zelf, zag ik. Ja, want als je, dat is het leuke, als je er dichtbij staat en je spelt uiteindelijk zo'n ridderonderscheiding op, dan zie je de emotie in de ogen. En dat is een heel mooi moment om te zien. Dichtbij, natuurlijk. Ja, dat is echt gaaf. Dat, je ziet wel wat met sporters doet. En dat is ook precies de bedoeling. ADO Den Haag wint eigenlijk twee prijzen. Met de coach en met het team. En met de sportploeg. U hebt zelf een warm hart voor ADO. Hoe belangrijk is het voor de club dat hij ook zulke prijzen krijgt? Ja, heel belangrijk. Kijk, we moeten zorgen dat die club gewoon gezond wordt. En dat gaan ze heel erg de goede kant op. Ik ben echt heel trots op wat ADO allemaal presteert. Maar natuurlijk ook sportief. Daar hebben we het afgelopen jaar natuurlijk echt van kunnen genieten. Europa in, 7e geëindigd. Enorm goed team. En dan moet je uiteindelijk ook een avond hebben dat het ook gewaardeerd wordt. En het mooie is, we hebben het ook aan het publiek gevraagd. Wie vinden jullie dat de sportploeg moet worden? En ADO kwam heel sterk eruit naar voren. Inclusief ook de coaches. En dat is natuurlijk mooi. Maurice Stijn en John van der Brom. Ja, ik vind het geweldig om die twee heren in deze setting te ontvangen en ze deze prijs te geven. U hebt in de raad, of in de kamer heet dat geloof ik, heb u al wel eens wat aanvaringen als u wat extra's wil voor de club, hè? Is dat lastig? In de raad is dat. In de raad, ja. Nou ja, kijk, daarvoor ben je er voor als wethouder. Ik ben wethouder sport. Ik sta voor ADO. We moeten goed kijken wat er in het verleden allemaal met ADO is gebeurd. Wat voor afspraken we hebben gemaakt. En ik vind dat we die afspraken goed moeten nakomen. Dus ja, ik heb een voorstel gedaan hoe we ADO goed kunnen, op weg kunnen helpen. En nou ja, dan moet de politiek zich over uitspreken. Mijn lijn is helder. En binnenkort gaan we daar in de gemeenteraad over debatteren. En dan gaan we een feestje vieren. We gaan nou een feestje vieren, ja. Onwijs bedankt dat we erbij mochten zijn. Ja, veel plezier. Dank u wel. Met Alba Karsten Klein hebben we een hoop om te danken, hoor. Let je op. Ja. Nou ja, je hebt zelf in de Raad van Commissaris, verleden jaar zat je er toch nog in? Over het afgelopen jaar, ik ben hier ook mede verantwoordelijk voor, maar alle lof en eer gaat natuurlijk naar de spelers en naar de staf. Hè. Ja, maar ja. Die hebben dat fantastisch gedaan, maar we hebben verschrikkelijk in onze knijp gezeten in Groningen. Maar ja, ik wil er toch nog even bij zeggen dat de mooiste prestatie natuurlijk die we ook geleverd hebben, is twee keer van Ajax winnen. Ja. En vergeet de 1-0 uit tegen PSV niet, hè? Ja, dat zijn met de doelpunt in de laatste minuut van Westniveau. Ja, ja, ja. En daar kunnen we het weer voorlopig opteren. Volgend jaar? Volgend jaar, ja. Zijn we hier ook, hè? Nou, met de vrouwen, hè? Want ik heb gehoord dat die vrouwen voor de dubbel willen gaan. En die doen het voor niet minder. Die willen één kampioen worden en de beker winnen. Maar ja, ze werken er zo verschrikkelijk hard voor. En we zijn er volop mee bezig, dus ze komen eraan. Het zal wel mooi zijn, hè? Ja, heel mooi zijn, hè? Dus, voor jezelf ook, hè? Nou, ik vind het voor die meiden het belangrijkst. Want die moeten zo verschrikkelijk veel geven. Die moeten alles ontzeggen.
krijgen er bijna niks voor. We moeten 5 keer in de week trainen. We zijn echt topsporters. We horen bij de beste vrouwen van Nederland. We hebben op dit moment 4 speelsters in het Nederlands elftal zitten. Nou, dat is echt top. Oké, nou, gefeliciteerd. Prettige avond, man. Ja, dankjewel, hè. Ik sta even bij mijn volle neef. En die hoor ik op het podium zeggen... Ik ben een biertje, jij niet? Nee, dat is wat minder. Dat ga ik ook gewoon regelen. Dat is het verschil. Ja, dat verschil moet zijn. Ik ben nog aan het tokken. Jij hebt al getokken. Dat bedoel ik. Maar over dat tokken wil ik het hebben. Je zegt ook dat toneel, zeg je, als echte ADO-supporter. Ja. Zeg je, van mij mag hij eens winnen. 2012, je moet luisteren. Oh, ik heb het weer... Geluisterd. Oh. Van mij mag je de jongens in 2012 winnen. Oké. Okay. Alles wat met de Haag te maken heeft, moet gewoon winnen. Hij is direct. Is nog een visitekaartje, man. Ja. En die jongens zijn er ook. Zo'n avond, hoe belangrijk is dat voor de stad Den Haag? Ja, dat vind ik vind het onwijs belangrijk voor de stad Den Haag. En als je even om je heen kijkt hoeveel mensen er zijn, van een pokkenherrie, dan denk ik met mijn eigen, het wordt zo breed gedragen. Het zit gewoon vol Ziggo Theater. Ja. En dan nog 2 keer kunnen vullen. Ja. Hoop mensen op de wachtlijst. En denk ik, ja, dan gaat voor mij, als Haagenees, ben ik trots op, ga mijn hart over. Jullie worden vaker voor dit soort dingen gevraagd. Hebben jullie ook wat met de stad Den Haag? Want altijd zie ik jullie tweeën als er ergens iets is. Zijn jullie met z'n tweeën? Ja, dat klopt ook wel. We hebben die rondjes te Haag, maar we presenteren niet zoveel met z'n tweeën. Nee. Romy heeft zijn eigen dingen, ik heb mijn eigen dingen. Maar de rondjes doen we natuurlijk wel. We doen heel vaak met z'n tweeën. En dan heb je toch wel een beetje dat je begrijpt van elkaar. Van, nou, doe jij dit even, doe jij dat even, weet je wel. Jullie hebben wat nieuws nou toch ook? We hebben een nieuw filmrondje. Ja, filmrondje. Filmrondje. Dat gaan jullie naar plekken? Bij al die films opgenomen. Want er zijn een hoop films in Den Haag opgenomen. Ja, dan moet je denken aan, we komen met een bus op het plein. En in die bus wordt die scène vertoond, ik noem maar wat, van Zwartboek. Bij de Sociëteit de Witte hebben ze in de film gebruikt als hoofdkwartier van de Duitsers. En dan zie je die mensen in die film, of in de bus zien ze die film, die scène. En dan stoppen we. En dan stapt er bijvoorbeeld ineens een Duitse officier naar binnen. Ja, en hij gaat tot dat! Mag je niet verraaien, hè? Dat is één dingetje, de rest verklap ik niet. Okay, maar daar moet je een beetje aan denken. Dat loopt wel. Nou, dat weten we niet, want we moeten nog gaan beginnen. Oké, dan. Bij deze dan? Ga vanaf maar april. Ja. Vanaf april. Oh, 1 april hoor ik net. En het heet, luister, Den Haag Close-up, ontdekkend Hollywood aan zee. Hollywood aan zee. Mooi of niet? Mooi. Mooi gesproken, maat. Goed, hier, vanzelf. Kijk eens even. Was ik nooit meer natuurlijk. Top. Ja, 3-2-1-3-6-9. Hier, we staan met Lex Immers. Lex Immers heeft bloemen bij hem voor zijn vrouwtje. He? Ja, zeker weten. Want anders mag je niet thuis komen natuurlijk. Anders wordt hij weer de deur uitgeslagen. En laat hem even zien aan de kijkers van het ADO-journaal. Wat wij nodig hebben is een bakkie. Ja, een bakkie hebben wij nodig. Nee, Van Hester, de koffie komt mijn naam mijn neus uit. Ja, we hebben wat een wij bakkie. Nodig hebben is een bakkie een voor bakkie. De zaak. Want dan gaan we handel drijven. Juist. Hoe gaat dat met die kilometers dan? Ja, 50 cent de kilometer. Dat kan je niet meerijden hoor. Kan je niet meerijden. Je kan niet als een luxe prins op zijn luie krent op de eerste rij zitten. Nee, dat gaat niet. Luister dan. Hey, laat hem eens zien aan de kijkers. Zeker. Hey, dat is hem hoor. Voor mij wel, ja. Wat een lekker scherp. Hij is lekker. Omdraaien? Oh, omdraaien. Omdraaien, zo. Kun je het lezen dan, Hof? Dus die flat is dat, met die punt. Ja. Als je er zo mee loopt, dan verwond je mensen. De Haagse. Hey, maar even serieus nou. Zijn we er blij mee of zijn we er blij mee? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor ADO een hele belangrijke prijs is. Ja, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Hey, maar jullie staan dicht bij de deur. Willen jullie meteen weer vluchten? Nee, we moeten naar boven toe. Nee, boven is er niet. Oh, is er niet boven? Ik hoorde net dat er een eten boven is. Nou. Oh, nou dan gaan we niet naar boven. Jullie of zo? Dat weet ik niet. Ik hoorde dat boven dicht was. Wij moesten naar het perscentrum. Ja, nee, dat schijnt weer geen... Ik ga er even informeren, ja? Oké. Okay. Ik informeer het. Nou, we staan met John van der Brom. John, gefeliciteerd. Thanks. Trainer van het jaar 2011. Ja, mooi. Mooie bevestiging, bekroning op een uniek jaar wat we met z'n allen met elkaar bij ADO gedaan hebben en gehaald hebben. En ja, dan is het een heel mooi moment als je dan hier vanavond op zo'n podium staat in een theater. En gehuldigd wordt voor het feit dat je samen met Maurice trainer van het jaar bent gekozen of bent geworden. En dat is, dat is een mooi moment. Had je het verwacht? Want ja, er waren nog meer natuurlijk. Nee, maar er waren allemaal kampioenen. En iedereen heeft zijn eigen ding, zeg maar. Hè.
waarom ze genomineerd zijn. Maar ik had er, als je het niet verwacht, dan is het ook niet een teleurstelling als het niet zo is. Maar ja, van binnen hoop je het wel. En je weet ook dat je, wat ik net zeg, dat we zo'n geweldig jaar hebben gehad. Dat we niet iets unieks hebben gedaan. Dat het dan ook logisch is dat je zo'n nominatie krijgt. En als je die nominatie krijgt, ja, dan weet je, dan wil je hem winnen ook. Dus het is toch, want we wisten van niks. En als je dan toch in één keer je naam hoort, dan heb je echt zo'n yes, weet je wel. Dus dat is toch mooi. Dus het is eigenlijk, dat heb je nooit onder stoelen en banken gekookt. Het is een onwijs goed jaar voor jou ook geweest, ja, als top, coach. Top. Ik heb vanaf, wat ik zeg net bij collega's van jou, vanaf dag 1 tot de laatste dag dat we Europees voetbal haalden in Groningen, heb ik genoten van alles en iedereen binnen en om ADO heen. En, je moet altijd oppassen als je mensen gaat noemen, want dan ga je mensen vergeten. En ja, ADO is voor mij voor mijn ontwikkeling als trainer op het juiste moment gekomen. Ik denk dat we succesvol zijn geweest en ja, ik heb een andere keus gemaakt. Nou, dat is genoeg over gezegd. Maar in dat opzicht zit ADO nog steeds heel diep bij mij. Dat absoluut. Ja, vanavond krijgen wij, terwijl jullie gehuldigd worden, krijgen wij volgens mij een sms'je of in ieder geval een bericht krijgen wij. Dat jullie hadden 750.000 over voor Wesley, maar Jordania heeft dat geblokkeerd. Weet je nee, dat? Er is nooit een bod gedaan op Wesley. Ik zeg net ook bij collega's, ik vind dat ADO hele goede spelers heeft. En dat is alleen maar positief, voor die jongens, maar zeker ook voor de club. En wij zijn niet bezig met iemand. En ik denk ook dat wij klaar zijn tot volgende week als de window sluit. En ik ben tevreden met de selectie die ik heb. Dus er wordt zoveel gezegd. Elke speler die bij ADO zit, wordt in verband met Vitesse schuine streep met mij gebracht. En als dat echt serieus is, dan moet ik het weten. Dan moeten de mensen van ADO het weten, maar zeker ook de mensen van Vitesse. En zolang dat niet is, dan blijft het bij dit soort verhalen. Geruchten. Ja. Jullie hebben samenwerking een beetje met Chelsea. Ja. Maar nu gaat ADO ook een samenwerking aan met Chelsea. Krijgen wij dan wat jullie niet lekker vinden? Nee, zeker niet. Nee, want Chelsea heeft zoveel spelers. Ik ben er een aantal keren al geweest, wezen kijken ook. Die hebben denk ik wel 50, 60 spelers onder contract. En je mag in Nederland mag je maar 2 spelers van een club huren. Van dezelfde club. En wij hebben nu Patrick van Aanholt en Thomas Callas hebben wij gehuurd van Chelsea. Dat betekent dat er daarna ook niks meer mogelijkheden meer zijn. En de speler die ADO nu gehuurd heeft, die ken ik ook. Want die heb ik ook gezien. En ik zeg je dat een hele goede centrale verdediger is. Want hij stond bij ons ook op de lijst. Dus, maar nogmaals, bij Chelsea lopen echt zo gigantisch veel spelers. En ja, het is alleen maar goed dat er meerdere clubs van kunnen profiteren. Top man, nou, we zien elkaar weer snel. Ja, snel. En natuurlijk de play-offs, hè? Ja, dat wordt gezellig, man. Loop langs het tafeltje, zie ik weer zo'n glazen ding eens aan. Jij bent de... je bent een sportvrouw? Sporttalent. Sporttalent? Ja. Want hoe oud ben je? 14. En wat doe je? Karate. Nou, dan maak ik geen babbels natuurlijk. Oes. heb je ook wat gewonnen al? Of, Ja, zeker. Internationale prijzen en... even kijken, tweevoudig Nederlands kampioenen. En laatst tweede geworden op Nederlands kampioenschap. Ja, wat is je droom? Olympische Spelen of zo? Nou, dat is nog niet. Karate is nog niet Olympisch. Geen Olympische sport. Maar misschien ooit een Europees kampioenschap. Maar vanaf deze heb je. Ja, precies. Waar ga je hem zetten? Ja, in mijn kamer, op mijn plank. Dat je goed kan zien. Lampen ja. Mooi. Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En dat je maar iedereen neer mag slaan. Ja, is goed. Nou, maar ongelofelijke jaren voor ADO. Ook voor jou, maar ook voor ADO, hè? Ja, onwijs. En dit is denk ik een mooie bekroning, toch? Ja, ik ben zo blij voor de andere supporters ook, weet je wel. Want we hebben niet zoveel prijzen gewonnen de laatste jaren. Ja, nee, tuurlijk. Ik denk dat voor iedereen leuk is dat we een keer wat tastbaars winnen. En dit was een mooie prijs. Zijn we over het verdriet heen van afgelopen weekend? Jawel, we moeten weer verder, hè? Ja. Nou, ga feesten, man. Is goed. Hoi. Nou, dit was het gouden sportgala, zoals je hoort. Kom er bijna niet bovenuit. Zoals je hoort is het een feestje. André en ik gaan ook een feestje vieren. Laat ons!